Zo, goedemorgen. Het is noodweer buiten en 31 december. Er wordt links en rechts, ondanks het noodweer, toch door fanatiekelingen met vuurwerk geknald. Maar goed, voor mij een moment om, net als andere jaren, maar weer terug te blikken op het seizoen 2022-2023 tot nu toe. Ik neem daar een biertje bij, want het is voor slotverrekening de laatste dag van het jaar. Zo dan. Ja, en ook nu is het weer een seizoen waar toch wel het nodige over te vertellen is. Als we kijken naar de start van het seizoen, het laatste weekend van mei, toen startte het allemaal nog wel redelijk qua weer. Maar eigenlijk vanaf de eerste week mei tot aan, ik heb teruggekeken op mijn tijdlijn, 14 september. Is de watertemperatuur vrijwel constant boven de 20 graden geweest. En dat is nou niet bepaald ideaal om te vissen. Het is in sommige gevallen riskant voor de vis. Daar is wel heel veel over te zeggen. Ik heb altijd gezegd, ja, op stromend water ligt het toch wat anders dan in een singel of een vijvertje waar het zuurstofgehalte snel terugloopt. En waar ook wind aan het oppervlakte minder grip op heeft. En, het water waar ik meestal vis, ja, dat stroomt. Waardoor het zuurstofgehalte sowieso hoger is. De wind heeft de grip op en waardoor het oppervlakte groter wordt en meer zuurstof opgenomen kan worden. Dus ik wil niet zeggen dat ik daar geen rekening mee houd. Dat is een heel ander verhaal. En dat is dan ook wel terug te zien aan de resultaten van dit seizoen. Want proost. Ik heb het nagekeken en als ik kijk naar dit seizoen, dan kan ik zeggen dat ik tot nu toe, op 31 december, 11 sessies minder heb kunnen vissen als vorig seizoen. En dan praten we over seizoen 2021-2022. Ik heb nu 73 sessies gevist dit seizoen en vorig seizoen 84. Dus 11 sessies minder. En dat resulteert uiteindelijk ook in lagere aantallen. En ik zei vorig jaar ook, het is geen wedstrijd. En dat wil ik er ook absoluut niet van maken. Maar ja, je ontkomt er toch niet aan dat als je op het water zit, dat je probeert zoveel mogelijk te vangen. Natuurlijk ook te genieten en plezier te hebben om je heen te kijken. Maar voor mij is het in ieder geval zo dat ik ook graag wat vang. En ik heb nu dit jaar in die 73 sessies 311 snoeken gevangen. En dat lijkt niet zoveel, gebaseerd op het aantal sessies. En ik had voor mijn gevoel ook wat minder als vorig jaar, maar ja, als ik dan kijk dat ik vorig jaar om deze tijd 84 sessies heb gevist. En ik had toen 365 snoeken, nu dus 311. Ja, ga je dat simpelweg op elkaar delen, dan heb ik dit jaar een gemiddelde van 4,27 snoeken. Heel raar getal natuurlijk voor snoeken. En vorig jaar 4,25, dus is eigenlijk identiek. Terwijl ik voor mijn gevoel toch minder heb gevangen dit seizoen. Maar dat blijkt dus gewoon niet zo te zijn. Waar wel een belangrijk verschil in zit, is in het aantal grote vissen. Als ik kijk naar dit seizoen, dan heb ik tot nu toe 10 meter plus vissen gevangen en vorig jaar om deze tijd had ik er 28. En dat is wel een significant verschil. Staat wel tegenover dat ik vorig jaar minder 90'ers had. Ik heb nu 19 stuks boven de 90, waarvan 12 boven de 95. Ja, vallen die net aan de goede kant van de meter, dan is het nog niet zo slecht. Maar goed, ik wil niet klagen, want 311 snoeken, 10 meter plussen. Er zullen heel veel mensen zijn die ervan dromen. En ik ben er ook dik tevreden mee. Ik geloof dat de grootste die ik heb gevangen een 1 meter 14 was. Een aantal van die vissen heb ik moeten vangen. Is morgens heel vroeg. Want dan, dat betekent om rond 5 uur, half 6 het water op en om een uur of 10, 11 er weer af. En dat is ook wel van belang. Want als je kijkt naar het aantal sessies,
dan weet ik zeker dat ik minder uren, veel minder uren gemiddeld heb gevist. Ja, en dan om het plaatje compleet te maken, hè, dus dit jaar 311 snoeken, vorig jaar 365 en het jaar daarvoor, seizoen 2020-2021, had ik er iets meer dan 500. En toen had ik 21 meter plus vissen. Dus ja, het is de laatste twee jaar toch wel wat minder qua aantallen. We mogen zeker niet klagen over grote vissen. Nogmaals, als ik het geluk had gehad dat er een paar van die 90 of 95 plus vissen net aan de andere kant van de meter hadden gevallen, had het plaatje er wat anders uitgezien. Maar zeker niet ontevreden. Ja, seizoen, dit seizoen, dus 2022-2023, werd dus getekend door rare extremiteiten in het weer. We hebben een zeer warme zomer gehad. Ik gaf al aan, zeg maar vanaf 1 juni tot 14 september, een watertemperatuur boven de 20 graden. En ja, in het... in de winterperiode hebben we nu ook ja, zo'n anderhalve week niet kunnen vissen vanwege de lage temperatuur en ijs wat er lag. Hè. Op een aantal plekken waar ik heel recent heb gevist, werd een week daarvoor nog geschaatst. Dus ja, je hebt ermee te maken. Als ik kijk naar de condities van het water. Ja, en wat ik ga vertellen staat dan toch een beetje in contrast tot die mensen die in Den Haag met een driedelig kostuum om en een stropdas om achter een bureau een verhaal zitten te vertellen over de natuur en de biodiversiteit. Ik kan je zeggen dat mijn beleving toch echt anders is. Ik ben heel veel op het water en ik kijk heel veel om me heen en ik kan het al, nou ja, zo'n ruim 50 jaar vergelijken met jaren daarvoor. En dat biodiversiteit was afgenomen, dat kan ik alleen maar bevestigen. Ik heb in de jaren, eind jaren 70 tot 1982 een grote vergunning gehad en toen viste ik op paling en ik heb de palingstand volledig naar nul terug zien gaan door, nou, A, de kwaliteit van het water, B, het afsluiten van de zeearmen. En dat heeft, ja, in het stroomgebied van de grote rivieren heel veel veranderd. Nou, in ieder geval die palingstand die werd gedecimeerd of zelfs volledig naar nul. Maar nu, als ik kijk naar de, ja, wat men dan noemt biodiversiteit om me heen. Het water is nog nooit zo helder geweest. Ik zie veel meer soorten libelles. Ik zie weer roerdompen sinds vele jaren. Zie ik er ineens weer best wel veel. Witte reigers, zeearenden. Soorten eenden die ik nog nooit heb gezien. Dus wat mij betreft, ja, klopt dat plaatje in ieder geval niet helemaal. Je hoort mij niks zeggen over klimaatverandering, want ik denk dat er wel iets aan de hand is, maar ja, of dat het nou veroorzaakt wordt door alles wat wij met elkaar in de lucht uitstoten. Misschien is het wel zo. Ik denk dat als je kijkt naar de geschiedenis, dan zijn er altijd periodes geweest zoals de ijstijd en ook wel warmere periodes. En toen was er eigenlijk helemaal geen invloed van de mens. Maar goed, die kant wil ik niet uit met dit verhaal. Ik wil alleen maar even kijken naar wat nou die vangsten en misschien wel teruglopende vangsten over de laatste 5 jaar, wat daar de oorzaak van is. Ja, en dan zijn er toch wel wat dingetjes die me opvallen. Het valt op dat de laatste jaren het water veel en veel helderder is geworden. Dat betekent dat, nou ja, zeker dit jaar, er minder snoekbaars wordt gevangen. Vind ik niet zo erg. Maar wat ook een punt is, is dat de plantengroei extreem is toegenomen. In het gebied waar ik veel vis, is altijd best wel veel plantengroei geweest. Alleen, als het water troebeler is, beperkt dat zich tot de oevers en de wat ondiepere stukken. Maar als ik kijk wat er het afgelopen zomer het geval was, ja, dan hebben we echt heel veel water wat bijna volledig dichtgegroeid was. Doordat de lichtinval in dat heldere water veel beter is en plantengroei zich op grotere dieptes kan ontwikkelen. Ik zie zelfs nu nog, en we zitten nu in, nou ja, zeg maar gerust met de jaarwisseling eind december diep in de winter,
zie ik dat ik, als ik met mijn streamer op 3 meter of dieper vis, nog altijd heel veel waterpest tegenkom. En dat heb ik andere jaren gewoon niet ervaren. Heeft invloed op de vangsten, want ja, die snoeken die liggen gewoon vast in die plantenbedden. Ook nu in deze tijd van het jaar. Ze zijn er heel moeilijk uit te krijgen. In de zomer zijn ze moeilijker te vinden, want ja, we praten niet over een veldje met wat lelies waar je omheen kan vissen. Nee, we praten dus echt gewoon over stroken van ja, soms wel een 100 meter breed en dan kilometers lang, wat ja, volledig dicht is gegroeid met planten en waar die snoeken waarschijnlijk gewoon middenin liggen. Dus ja, dat kan een flinke invloed hebben op de vangsten die we met elkaar boeken. Ja, en dan een ander dingetje is natuurlijk de populariteit van het roofvissen op zich. Hè. Ik zie dat, ik kom oorspronkelijk vanuit de karper scene, kan je zeggen. Ik heb meer dan 30 jaar heel fanatiek, net zo fanatiek als op snoek, nu, toen op karper gevist. En ik zie heel veel karpervissers van vroeger die allemaal overgeschakeld zijn op dat roofvissen. En ja, waar we, ik zeg het altijd maar, ja, zo dat, laten we zeggen, 5 jaar geleden kwam je polyester en stalen roeibootjes tegen met een 5 pk motortje erachter. En dan zaten daar een paar vissers in die ja, met standaard materialen aan het vissen waren op roofvissen. Met name vooral op snoekbaars. Nou, de fanatieke vissers die op roofvis vissen tegenwoordig zijn totaal anders uitgerust. Die hebben hele grote peperdure boten, je kan het wel schepen noemen, met één of meerdere visvinders, meestal van het type livescope erop. Een batterij aan, noem het maar bijna professionele materialen, aan hengels, aan kunstaas. Het kan niet op. Ze vissen met doodaas, met fireball systemen, ze vissen met allerlei soorten kunsthaas, slepen, hè, dus trollen eigenlijk met ja, rubber kunstvissen van dit formaat. Ben ik niet zo'n fan van, vanwege, nou ja, als je het dan over milieuverontreiniging hebt, zou je daar eens naar moeten kijken, want ja, die dingen die, dat is allemaal een low module siliconenmateriaal, stijf van de weekmakers. En het verdwijnt allemaal in ons milieu, en in die hengelsportzaken zie ik toch tientallen meters dat soort kunstenaars, wat uiteindelijk allemaal onder water verdwijnt. Maar goed, dat moet iedereen zelf weten. Ik denk dat dat een veel grotere schade aan het milieu toebrengt als bijvoorbeeld het lood wat het water in gaat. Maar goed, het zou allemaal anders moeten. Maar we doen het zo graag en daarom gaat het gewoon door. Maar goed, die professionele boten, uitgerust met één of twee livescopes erop. Het cherrypicken, dat betekent dat nou ja, bijna iedere goede stek die je kent een paar keer per dag zo'n boot voorbij komt. Die vissers gewoon op je livescope de vissen zitten uit te zoeken. En ja, dat werkt ook echt. Hè. Je ziet die vissen gaan, je kan ze net zo lang treiteren tot ze er een keer achteraan komen en dan pak je dat. Het is niet mijn tak van sport, ik snap wel de lol ervan. Maar ik vind eerlijk gezegd ja, de manier waarop zo'n vis nou vaak binnengesleept wordt en dan ja, bijna met een agressieve steekbeweging waar een schep net zo snel mogelijk op de kant moet komen. Ja, dat is nou precies de reden dat ik zo graag met dit soort materiaal vis. En dat is een heel andere beleving van die sport. Het is super subtiel, de aanbeten zijn anders. De drill is veel leuker, wat mij betreft. Hè, maar respect voor iedereen die dat anders ziet. Maar dat is wel iets wat enorm is toegenomen. En ja, dan natuurlijk ook alle wedstrijden die georganiseerd worden. Hè. De Predator Tour, om maar als voorbeeld te nemen, meer dan 100 van dat soort boten die 1 of 2 dagen lang in een gebied alles af millimeteren. Ja, dan merk je dat echt daarna dat, ja, dat er gewoon minder gevangen wordt. Maar goed, we hebben allemaal dezelfde papieren, allemaal dezelfde rechten wat dat betreft. Dus ik gun het ook iedereen van harte. Maar het heeft wel invloed op wat er aan het gebeuren is met de vangsten. Ja, en wat me dit jaar enorm is opgevallen is de enorme toename, bijna explosie van grondels. Afgelopen zomer heb ik daar een keer een filmpje met mijn camera onder water van gemaakt. En het is echt bizar als je in dat heldere water naar de bodem kijkt en je gaat even stilleren, je let even goed op. Ja, het beweegt gewoon van de grondels. En
Nou weet ik wel dat in elk biotoop uiteindelijk weer een biologisch evenwicht ontstaat. Als er te veel van het een komt, dan krijg je vanzelf een toename van het ander. En dan brengt dat elkaar wel weer in balans. Maar op dit moment is er echt een explosie aan grondels. En als je oplet wat futen bijvoorbeeld vreten. Ja, ik zie in het gebied waar ik heel veel vis, futen bijna alleen maar met grondeltjes bovenkomen. En ja, dat is natuurlijk hartstikke fijn, want ja, zo wordt dat ook een beetje in balans gebracht. Maar een grondel is een beetje een dom visje. Dat hangt op de bodem, dat zwemt een beetje heen en weer. Dat is ook de reden dat die futen ze zo graag pakken. Maar dat geldt natuurlijk ook voor snoek en snoekbaars. Hè. Die kunnen zich heel makkelijk van zo'n zwemmend buffet te goed doen. En ja, ik denk dat dat ook invloed heeft op het gedrag van die roofvis. Ik denk dat ze heel veel grondels vreten, en, want dat is nou eenmaal een gemakkelijk aas. En als je daar genoeg van hebt, ja, waarom zou je dan heel veel van jaren achter andere dingen aan als je dat voorstelt? Ja, ik kan me goed voorstellen dat dat invloed heeft op de vangsten die wij boeken. Dus ja, ik denk dat, dat het zo is dat qua vangsten mogen we zeker niet mopperen. Als we kijken naar wat we in Nederland aan water hebben en als je dat vergelijkt met België, Duitsland en dat soort landen, dan zien we dat ook niet voor niets al die mensen hier naartoe komen, of een groot deel daarvan, om hier te komen vissen. Wat ik heel goed begrijp. Als ik kijk dat ik op sommige dagen meer, noem het maar, buitenlandse vissers tegenkom als Nederlandse vissers. En of je nu naar het Haringvliet toe gaat, of naar het Volkerrak, of naar een van de grote rivieren. Ja, ik zie heel veel Belgen, wat mij betreft van harte welkom. Ik vis ook heel graag met die mensen. Mike is een van mijn beste maatjes wat dat betreft. En daar heb ik heel veel lol mee. Maar het is logisch dat ze hierheen komen, want we hebben wat dat betreft helemaal niets te klaren met het water wat we hebben. Ja, en wat misschien ook nog wel leuk is om te vermelden, als ik kijk naar alle sessies die ik doe, dan boks ik er wel eens tegen, maar ik heb inmiddels al ruim 4 jaar lang niet meer geblankt. En ja, dat is denk ik toch wel uniek, want ik heb van de zomer ook wel dagen gehad dat ik dacht van nou, ik hoop dat dit niet de eerste blank wordt. En ik heb ook een aantal video's waar ik als titel heb gegeven, The One That Saved The Day. Ik kan me meerdere van dat soort sessies bedenken waar het net in het laatste half uurtje of zo dan toch nog gebeurde. En ja, nogmaals, het is geen wedstrijd, maar ja, het is toch wel een dingetje voor mij dat ik het liefst niet zonder vis het water ga gaan. Dus tot nu toe al ruim 4 jaar lang is dat niet meer gebeurd. Ja, en dan nog iets over de dingen die me aan het denken hebben gezet het afgelopen jaar. Je kent mijn techniek, zo niet, zoek het een keer terug op mijn tijdlijn, dan wordt het je heel snel duidelijk. Ik vis een beetje out of the box met een lange leader op een vliehengel. Sommigen noemen het oneerbiedig trollen of jiggen met een streamer. Het is veel subtieler en iedereen die een keer met mij heeft gevist of het zelf heeft geprobeerd, komt er snel achter dat het misschien wel ingewikkelder is als het simpelweg casten en strippen met streamers. Wat ik ook heel veel jaren heb gedaan en ook enorm kan waarderen. Alleen dit blijkt gewoon veel effectiever te zijn. En ik heb altijd aangegeven dat ik zomer en winter vis in een zeg maar bandbreedte van ergens tussen de 3 meter en de 2 meter water. Omdat ik eigenlijk het hele jaar door, zomer en winter, daar heel veel vissen, heel veel snoek kan vinden. Vuurpijl. Ja, afgelopen seizoen ben ik daar iets anders naar gaan kijken. Ik start altijd met het vissen op diezelfde diepte, zeg maar zo gemiddeld op een diepte van zo'n 2,75 meter. Ergens op de grens van diep en ondiep water op die taluds. Daar vis ik heel graag, maar op die dagen dat ik deze zomer en ook in het najaar dreigde met een blank te worden geconfronteerd, ben ik eens wat andere dingen gaan doen en ben ik eigenlijk eens met een onversmaarde streamer, met een wat kortere leader,
op veel ondieper water af is. En dan praten we dus niet over 1,80 meter of zo. Nee, dan praten we over een meter. En soms maar 80 centimeter. En het gekke is dat, ik heb je daar straks verteld dat het water veel helderder is dan vroeger. Je kunt soms, als ik in mijn bellybootje zit, rondom je heen overal de bodem zien. En dan praat je toch echt over water wat dan 2,5, 3 meter diep is. Ja, en dan kijk je zeker op een zonnige dag gewoon op de bodem. En dan kun je alles zien. Behalve vis, want dat zie je daar vreemd genoeg niet. En dan denk je ook dat ze er niet zitten. Maar het gekke is op die dagen dat het dan niet lukt. Verzwaring eraf, kortere lieden erop, op de ondiepe stukken. En daar komen dan ineens de vissen vandaan. Dus met name in het najaar, want in de zomer lukt dat niet omdat het dan allemaal dichtgegroeid is. Maar in het najaar kwam ik erachter dat, dat het in helder water toch gewoon goed mogelijk is, zelfs op heldere dagen, om op heel ondiep water heel leuk te vangen. Nou, dat vind je in de sessies op mijn videotijdlijn weer terug. En het gekke is, als ik praat over het najaar, dan denken we aan herfst. We zitten nu diep in de winter. De dagen worden alweer iets langer. Maar ook nu heb ik afgelopen week, en dan op water waar je toch dieptes hebt, 4, 5 meter, ving ik op 80 centimeter water gewoon leuk snoek. Terwijl ik ze op de diepere stukken ving ik ook af en toe alleen, maar toch duidelijk minder. Ja, dat is vreemd. Dat is iets wat ik niet had verwacht en waar ik ook eigen oor op gericht heb. Maar mijn techniek heb ik wat dat betreft wel iets veranderd. Ik vis nog steeds hetzelfde. Ik doe nog steeds hetzelfde. Ik start altijd om te kijken of dat ik ze op de standaarddieptes kan vinden. Ze liggen er ook altijd. Hè, daar twijfel ik niet aan. Het gekke is dat ik vanaf het moment dat ik wat ondieper ben gaan vissen, of veel ondieper ben gaan vissen, op die dagen dat het niet wilde lukken, uiteindelijk juist daar de dag heb kunnen redden. En een van de voorbeelden daarvan is toch een video die ik volgens mij in november heb gefilmd. Toen was ik op een plek aan het vissen en weer op de bekende taluds. Hè, op een stuk water waar je toch gewoon 4, 5 meter dieptes hebt, zelfs 6 meter op die plekken. Dan vaar ik met mijn bellybootje en daar zie ik een snoek van uit mijn hoofd 1 meter 4 of zoiets dergelijks. Bleek die later te zijn, zie ik tussen het riet op nou, misschien 50 centimeter water liggen. Nou, dat kun je op mijn videotijdlijn terugvinden. Daar lag een snoek die ik in mijn ooghoek zag. Ja, een soort van, ik noemde het maar slapen tussen aanhalingstekens, maar in ieder geval volledig passief te liggen. Nou, dan wil je toch kijken van, nou, wat is daar nou aan de hand? Hoe groot zou die vis zijn? Want dat vertekent enorm in het water. Dus eerst eens voorzichtig met die streamer ernaartoe. Nou, noem het maar gooien. Of met een slingerworpje die streamer boven op zijn kop laten zakken. Nou, hij knipoogde er nog niet eens. Hij keek er niet naar. Hij deed er niks mee. En vervolgens voorzichtig ernaartoe met het schepnet. En dan blijkt dat zo'n passieve snoek dus echt gewoon pas in beweging komt als je hem raakt. En ik ging met mijn schepnet eronder en ik tikte hem aan en toen ineens wilde die weg, komt hij in dat schepnet terecht en pas daar kwam die tot leven. Ja, en dan blijkt dus dat dat gewoon een snoek is van 1 meter 4 die volledig passief is. En het bijzondere dan, op een dag dat volgens mij de watertemperatuur 5 of 6 graden was, waar hele diepe stukken zijn, waar ook op die dieptes nog plantengroei is, waar die makkelijk tussen kan gaan liggen en dan kiest zo'n snoek er toch voor om dan aan de kant op misschien 50 centimeter water te gaan liggen. Overigens op een plek waar niet veel mensen komen, dus ja, daar voelt zo'n snoek zich ook volledig niet bedreigd. Dus dat kan ook nog een van de redenen zijn, maar ja, waarom dan zo ondiep? Daar is ook geen prooivis. Maar het zet je wel aan het denken en ja, nogmaals, in de laatste sessies heb ik steeds ook de ondiepe stukken meegenomen en dan met een onverzwaarde streamer heel rustig achter die bellyboot, die streamer over die ondiepe stukken en dan, terwijl je denkt, nou, hier, als er hier een ligt, moet ik hem kunnen zien, je vaart er overheen, je ziet niks en ineens vanuit het niets klapt er toch een op. Ja, dat is wel een leermomentje. Ander dingetje van dit seizoen is wel mijn, noem het maar, ganglion, hè, de pult die ik op mijn rechtervreef van het flipperen heb gekregen. Ja, dat gebeurde vorig jaar februari. In maart sloot het seizoen.
Toen heb ik 2 maanden niet kunnen vissen en die bult was bijna volledig verdwenen. Dat is overigens best een pijnlijk ding. Ik kon er eigenlijk niet meer mee flipperen. Maar goed, begin van dit seizoen was die zo goed als verdwenen. En dacht ik van, nou, weet je wat, ik ga gewoon weer flipperen en dan zien we het wel. Nou, dan kan je zeggen, de eerste sessie had ik al een bult die echt wel 2 centimeter hoog was. En de tweede sessie heb ik moeten stoppen, want na ongeveer een uur had ik een bult zo groot als een duivenei weer op mijn wreef zitten en kon ik niet verder. En ja, toen heb ik toch even, nou noem het maar, zwarte vissneeuw gezien, want ik denk, ja, hoe nu verder? Hè? Ik ben echt verslaafd aan deze manier van vissen. Ik vind het zo mooi. Ik geniet er zo enorm van. En ik dacht, ja, ik moet het gaan aanpassen. Ik ben kort aan het kijken geweest naar een trapkajak. Hobie heeft zo'n ding, een trapkajak die je kan oppompen en dus ook makkelijker kan vervoeren. Want die dingen die niet opblaasbaar zijn, ja, die hebben een lengte dat ze niet in mijn bestelautootje passen. En ik wil er ook niks op en dan over de snelweg gaan rijden. Dus als ik al zoiets zou willen, dan moest het in de kofferbak van mijn bestelautootje passen. Nou, dat, of in de laadruimte. Zo'n hobby-ding zou dat kunnen, maar ja, daar zijn best wel een aantal beperkingen. Want je kan een trapmechanisme al omdraaien dat je op dezelfde manier zou kunnen vissen als dat ik nu doe. Maar het is veel minder wendbaar, het vangt veel meer wind. Dus het leek me zeker niet ideaal. En ik had ervaring met Float Plus, overigens hele goede ervaring. Want mijn Float Plus motor die ik had en de accu die ik had, gebruikte ik eigenlijk alleen maar om te verplaatsen van stek naar stek. En het vissen deed ik al flipperend. Maar toen ik niet meer kon flipperen en ook meer ellende met die voet wilde voorkomen, dacht ik van ja, ik zou heel graag willen proberen of ik met dat motortje van die Float Plus die techniek zou kunnen omzetten naar, zeg maar, het elektrisch varen en dan toch dezelfde techniek vissen. Maar daar kon mijn accu gewoon niet aan. Op stilstandwater was dat met die 12 volt accu niet zo'n probleem. Volgens mij was dat 12 volt en 32 ampère uur. Maar zodra het een beetje stroom bewaait, werd dat toch wel lastig, want dan ja, heb je gewoon niet voldoende accucapaciteit. In die fase heb ik contact genomen met Michael Lambrechts van Flow Plus en met Katja Nijboer. Daar ben ik hartelijk ontvangen en wat bleek, zij waren al bezig op dat moment met een veel zwaardere accu met veel meer capaciteit. Ja, en dat kwam voor mij echt perfect uit. Ik ben naar het dorpje Zeeland gereden, in Brabant overigens. Een leuk gesprek. Met Michael overlegd wat nou de beste keuze zou zijn om te gaan proberen. En Michael zegt, nou, we zijn aan het testen met 16,8 volt accu's met 49 ampère uur. En hij zegt tegen me, nou, dat moet een accu zijn waar jij een volledige dag op kan vissen. En voor mij is een volledige dag toch zeker wel een uur of 10. Permanent op die accu varen zonder dat dat een gebrek aan accucapaciteit zou opleveren. Nou, dat was voor mij echt, zoals ik net al zei, ideaal. Ik heb een nieuwe motor, een nieuwe aansturing en een nieuwe accu aangeschaft. Want het zijn nu wel 2 koffertjes. De aansturing apart en de accu apart. Dus nogmaals 16,8 volt, 49 ampère uur. Nieuw motortje eronder, wat zowel voor als achteruit kan. En dat is een hele goede keuze geweest, kan ik je zeggen. Het is qua techniek even wennen. Want het permanent flipperen betekende voor mij dat ik aan mijn flippers kon voelen de weerstand die ik had, hoe snel ik ging. Dat kan ik natuurlijk ook aflezen op mijn dieptemeter. Maar met name de stroming. Het complete subtiele gevoel van het al flipperend vissen was ik even kwijt toen ik met een motortje startte. Maar ik kan je zeggen, als je 2 of 3 sessies hebt gedaan, komt dat langzaam en zal het steeds beter gaan. En nu, ja, werkt het wat mij betreft net zo goed als het flipperend vissen. Ik draag nog 1 flipper, dat kun je in mijn video's zien. En die heb ik nodig om te kunnen sturen. Want ja, er zit nou eenmaal geen stuur op een Float Plus. Dus je hebt die flipper nodig om te kunnen sturen. En ik vrees nog altijd dat ik met mijn linkervoet, die ik nu veel meer gebruik, mogelijk ook problemen met een ganglion zou kunnen krijgen. Maar dat is tot nu toe niet het geval. Ik probeer het ook zo min mogelijk te doen, dat flipperen met die linkervoet. Maar ik kom er niet onderuit. Maar ik kan je zeggen dat Float Plus voor mij echt een uitkomst is gebleken. En ik zou niet meer zonder willen.
Ik heb allebei mijn handen vrij, ik stuur met mijn voet en het is wat dat betreft ideaal. En het is nog steeds licht, het is wat zwaarder die accu natuurlijk, dat is logisch, maar het is nog allemaal heel makkelijk. In één keer mijn bellyboot, mijn hengel, mijn schepnet, mijn tas met mijn float plus een accu erin naar de waterkant te tillen. Ik kan dan makkelijk 300-400 meter mee lopen zonder dat ik het een keer neer hoef te zetten. Dus complimenten voor Float Plus ook voor alle servers en alle adviezen die ze geven. En die zijn allemaal oprecht en eerlijk en niet zakelijk gestuurd. Dus zonder reclame voor die mensen te willen maken is het wat mij betreft een perfect product. En ik zou heel graag willen dat er in de hengelsport meer van dat soort bedrijven op allerlei vlakken zouden zijn. Want ja, er zijn toch nog wel eens zaken. Ik heb een geintje met een rail gehad dit jaar, waarbij je dan toch teleurgesteld bent in wat men beweert als men iets verkoopt. En als je later terugkomt om een stukje service, omdat het toch niet de kwaliteit blijkt te zijn die men beloofde. Ja, dan word je eigenlijk een beetje met een klauwtje driet ingestuurd en dat is best wel heel jammer. Maar goed, dat is dus niet het geval bij Float Plus. En, ja, wat dat betreft een voorbeeld voor veel hengelsporthandelaren in deze branche. Als laatste, ja, nog maar heel kort mee bezig, maar de verwarmde sokken. Ik heb net voor de kerstdagen een paar verwarmde sokken van mijn partner, mijn vrouw, gekregen. En daar wilde ik eigenlijk nooit aan, omdat ik dacht, ja, dat wordt weer een extra accu. Dat wordt weer slepen met kabeltjes, met dingetjes, kwetsbaar enzovoorts. Nou, ik kan je zeggen, ik heb nu 4 sessies, geloof ik, met die... ik heb gekozen voor Gerbing sokken gedaan. En een ieder die in de winter met een bellyboot vis, ik kan het je alleen maar aanraden. Want ik heb dan gekozen voor de sokken met een temperatuursregeling. Daar zitten 4 standen op. Daar zit een stekkertje tussen wat je dan zeg maar, op je accu kan aansluiten. Dus er zit eigenlijk een soort van permanente aansluiting op de accu. Ik klik dat stekkertje erin, ik ben aangesloten. Wil ik uit mijn bellyboot, trek het stekkertje eruit, ik loop heen waar ik wil. De kabels lopen tussen je kleding door. Nou, dat doe je 's morgens als je je aankleed er gewoon tussen. En dat zit dan tussen mijn zeg maar, joggingbroek die ik aan heb en mijn standaardbroek die ik daar overheen heb, zit dat kabeltje. Dat sluit je aan. Je moet een klein beetje ruimte geven daar waar de stekkertjes zitten, omdat je constant met je knieën zit te bewegen. Ja, dan zou je het risico lopen dat er een stekkertje uitgetrokken wordt. Nou, daar heb ik nu ervaring mee. 1 keer gehad. Dan kom je er snel achter dat die sokken toch echt heel lekker zijn, want je hebt gelijk 1 ijskoude voet, was in dit geval mijn rechtervoet. En dan merk je gewoon, hé, er is iets mis. Dan voel je en dan zie je inderdaad, stekkertje zit niet goed. Nou, dan kan je gewoon met je hand in je waterpak stekkertje er weer in klikken en het wordt gelijk warm. Dus gewoon heerlijk en een aanrader voor een ieder die met een bellyboot vist. Ik weet dat er meerdere goede merken zijn, Europese fabrikanten. Ik zou een beetje oppassen met goedkope spullen uit het Verre Oosten, want daar lees ik nog wel eens dingetjes dat ze moeilijk te regelen zijn of niet te regelen zijn. Brandplekken op je been, ook niet echt waterbestendig. Nou, kies voor iets goeds. Ik kan je Gerbing aanraden, maar ik weet dat er volgens mij Lens en nog een aantal merken zijn die ook prima zijn. Maar wat mij betreft echt wel een hele prettige luxe om met warme voeten in de winterperiode op het water te zitten. Ik kan alleen maar zeggen, ik had het veel eerder moeten doen. Maar goed, ik ben nog wel eigenwijs en dat zal je zeker al gemerkt hebben. Maar goed, ik ben om en ik kan het iedereen aanraden. Ja, dat wat voor nu betreft. Ik rest mij nog om jullie een hele fijne jaarwisseling te wensen. En vooral gezond 2023. Want ook mijn vrouw en ik hebben ervaren dat het allemaal niet zo vanzelfsprekend is. We zijn allebei onze vader verloren in 2023 en dat hakt er stevig in. Het hoort erbij en allebei wel op een leeftijd dat het acceptabel is, maar ja, het blijft altijd heel lastig om dat te verwerken. Maar vooral ook je eigen gezondheid, denk erom, let op, doe voorzichtig, kijk uit met vuurwerk. En voor wat 2023 betreft, behalve gezondheid, wens ik jullie heel veel, hele grote vissen toe, wat het ook mogen zijn, of het nou karpers zijn waar je gek op bent, snoeken, snoekbaars of baarzen.
geniet ervan, maak er iets moois van. En ik hoop volgend jaar weer wat mooie video's te kunnen posten. Bedankt voor het kijken en tot dan maar weer. Proost, fijne jaarwisseling.